In Sterksel zit muziek. In hun jubileumjaar wil Harmonie de Heerlijkheid de inwoners bewust maken van de diversiteit aan muziekcultuur in hun dorp. Dit is typisch Sterksel. Alle denkbare instrumenten verenigd. Als je Sterksel niet kent, mis je dus wel degelijk een fluit. Er gebeurt eigenlijk in Sterksel niks. Niks leuks zonder de bijdrage van de muziekvereniging. Onder de naam Ed Sterksel City organiseert de muziekvereniging activiteiten waarbij verenigingen en Sterkselnaren met elkaar worden verbonden. Ja, de Fanfare de Heerlijkheid kijkt verder dan schuift het bonnen langs. We proberen echt van alles te organiseren om het dorp zeg maar, in beweging te krijgen. Om samen met ons er iedere keer weer een feestje van te maken. 1, 2. Sterksel is heel goed uiteindelijk om dingen voor elkaar te krijgen. Mensen die dingen kunnen regelen, die moet je niet laten organiseren. Mensen die organiseren, die moet je niet het doelwerk laten doen. Dus dat proberen we echt uit elkaar te trekken en daar proberen we mee aan de slag te gaan. En dat is ook de enige manier om zoiets van de grond te krijgen. En je moet dan ook vertrouwen hebben in de ander die dan iets anders goed kan, om dat aan die ander over te laten. Waren alle mensen in de gemeente maar zo makkelijk als Sterkselnaren? Ik zeg wel eens dat je hier sneller een blaaskapel hebt opgericht dan een dakkapel hebt aangevraagd.